De mangrove-ecosystemen in Suriname staan onder bijzondere druk. Dit zegt hydroloog Seonat Naipaal aan onze nieuwsdienst. Hij geeft aan dat het eerder genoemde te zien is aan de zeespiegelstijging en andere gevolgen van klimaatverandering. De Surinaamse kust is namelijk bijzonder laag. Naipaal roept nog eens op dat er actie genomen moet worden om verdere beschadiging van de ecosystemen te voorkomen. Stromende water bij eb en vloed maakt het niet makkelijk voor mangrove plantjes die nog moeten groeien om niet meegenomen te worden door de waterstroom. Vandaar dat het belangrijk is om dat in te grijpen, om het gebied te laten weer beplant worden. Dat gebied weer te laten groeien. Ik heb genoemd het woord regeneratiecapaciteit. Want als mangrove zich niet kan regenereren, dan gaat hij helemaal achteruit. En met mangrove hebben we gezien hoeveel verlies we zullen lijden als we dat niet meer hebben. We praten over visserij, we praten over koolstof vasthouden, we praten over bescherming, we praten over toerisme. We praten over zoetwaterbronnen die achterop ook beschermd worden door de mangrove. Dus we zullen heel veel verliezen. Vandaar dat de nadruk moet worden gelegd op behoud ervan. Dat is één. Zeespiegelstijging gaat niet morgen stoppen. Gaat niet over 100 jaar stoppen. Hij gaat door. Dus we moeten in staat zijn om daar waar we kunnen ingrijpen, op een natuurlijke wijze, laat me zo stellen. We praten over nature-based solutions. Zodanig dat hij dus kan herstellen. Naipaal gaat verder aan dat er vele bedreigingen zijn voor mangrove ecosystemen. Hij hoopt dat alle ontwikkelingen met de olie- en gassector op een zorgvuldige manier verlopen. Een kleine kans van bijvoorbeeld oil spill kan enorme invloed hebben op de mangrove ecosystemen. En als dat met het water binnenkomt in het mangrove ecosysteem, in de mangrovenzone heb je dus binnenin niet zo snelle stromingen, langzame stromingen. En dat gedeelte gaat dus daar neerzetten, rond de ademwortels vastkleven. Dan heb je nog een grote catastrofe. Samen met zeespiegelstijging, samen met andere ingrijpen heb je nog een grote catastrofe. En dan heb je een massale uitsterven van mangroven en daarmee het verlies welke wij hebben aangegeven. Ik praat niet over dat het zal gebeuren, maar mocht het plaatsvinden. Vandaar dat het belangrijk in feite is dat onze mangrovenbossen, het mangrove-ecosysteem, gezond blijft. Naipaal benadrukt dat de mangrovenbossen goed gemonitord moeten worden. Ook moet er herstel plaatsvinden waar de ecosystemen nog zwak zijn. Er moet ook veel werk verzet worden om de mangrove-ecosystemen uit te breiden, zodat mogelijk gevaar opgevangen wordt.